Hele goede dag. Het is vandaag 18 november. Het is alweer de 79e nieuwsbrief. We zitten eigenlijk een beetje op het punt van krijgen we een eindejaarsrally of niet. Dat is een beetje waar iedereen zich al druk over maakt. Voordat de Sinterklaas in tocht is al geweest, maar de Sinterklaas aankopen ook gedaan worden. Gaan we ook nog even kijken of we Sinterklaas aankopen op de beurs kunnen doen. Een paar dingen die ik zelf interessant vind op dit moment is eigenlijk is best Integ. Het is misschien voor vele mensen een trauma. Ook voor mij is dat een trauma, ik ben er eerlijk in. Maar ondanks dat we toch een behoorlijke daling achter de rug hebben gehad, zou ik nu zeggen, wordt het toch misschien interessant om tijdelijk dit aandeel te kopen gaan voor een opleving. Het leuke is als je dat combineert met een verkochte call-optie erbovenop. Dus als je nu een call erop zou verkopen op je aandelen, ja, dan heb je toch best heel interessant premies krijgen. Dus daarmee heb je aan de ene kant nog een beetje bescherming naar beneden toe. En de andere kant, naar boven toe, kan je toch een leuk rendement maken. Dus best een geinige strategie. Een aandeel wat erg geraakt is door de olieprijs de afgelopen tijd is SBM. En zoals Fugro al eerder een beetje herstelde, ga ik eigenlijk ervan uit dat ook SBM binnenkort gaat herstellen. We zijn een beetje aan het cap fillen, zoals dat heet. Dus het laatste gat in de grafiek wordt gevuld. En wat mij betreft is het wel interessant om dit aandeel ook te kopen voor een lange termijn. Nogmaals, olieprijs blijft voorlopig nog wel even onder druk, maar dit aandeel denk ik dat wat minder last heeft hiervan. Als we dan toch denken dat we olieprijs echt onder druk is, dat je zegt van nou, daar moet je van SBM afblijven, dan zou je ook meteen naar Koninklijke Olie kunnen kijken. En dan is dat Koninklijke Olie wat mij betreft eerder een verkoop dan een koop eventjes. Als u de aandelen niet zou willen verkopen, zou je dus kunnen zeggen ik ga een call schrijven of een put onder je positie kopen om je tijdelijk af te dekken. Zou je zeggen van nou ja, ik ben niet gehecht aan deze aandelen, dan zou je zeggen ik doe ze even tijdelijk weg. Wat mij betreft denk ik dat andere aandelen een groter winstpotentieel hebben dan Koninklijke Olie heeft. Nou, dan hebben we eigenlijk als laatste nog de AIX. Die ligt is een beetje neutraal. We zijn een beetje richting de bovenkant aan het gaan. Maar per saldo, we hebben een koopsignaal. Maar het is niet helemaal van harte. Dus wat dat betreft denk ik dat we in de individuele stuk moeten zoeken. En dat daar even ons grote geluk zit eventjes. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En hoop ik dan weer, de vorige keer hadden we een hartstikke leuke beweging gemaakt. We zijn toen op de low ingestapt. Bijna op de low. En nu is, zou ik zeggen, in de AIX kunnen we daar weer een beetje call schrijven en een beetje winst pakken. Maar nogmaals, in heel veel andere interessante aandelen zijn er goedkoopwaardig. Dus tot de volgende keer en graag tot ziens.